So you were here with 50 refugees, something like that? Yeah, we came with a group of 50 people. Yeah. How do you like the match so far? I mean, it's the Real Madrid All-Stars against the Laureus All-Stars. Can you tell me something about the match? Yeah, it was quite my dream to look at the former players that I've been watching them only on TV. So this is my first time to see all those big players like Figo, Edgar Davids. Even I'm in Holland for quite long, but it's the first time I'm seeing them by my face and my eyes like this. It's just because I'm living my dream today. Mooie wedstrijd gezien. Echt een mooie wedstrijd gezien met de Real Madrid All-Stars en de Laureus All-Stars. Wat was de uitslag eigenlijk? 6-5 voor Laureus. Ja. Ja. Ik zit in het winnende team, hè. Dus. Ja, ja, ja. Goed gecoacht. Goed gecoacht. Ja. Hey, wist je dat hier ook vandaag liefst 50 vluchtelingen uitgenodigd waren om onderdak te bieden tijdens deze wedstrijd? Nee, wist ik niet. Maar goede zaak. En ze hebben in ieder geval een leuke wedstrijd gezien. Als dat een hele lichte troost kan zijn op de ellende waar ze ongetwijfeld uitkomen, is mooi. My life back home is not possible. Even now, when you look into the news, in the news, what's happening now, it's quite like people are living like in the hell now, right now, at this moment. Look, there's a chance. Oh yeah, yeah. I can see Christian Karambe. Long time. This was one of my best players. Yeah. Ja. En de grote beslissingen, dus wie neemt hoeveel vluchtelingen, dat is een politieke beslissing. Maar ik denk wel dat het heel fair zou zijn als je het zou verdelen over de verschillende landen in Europa. Je kan niet zeggen tegen Duitsland en tegen Frankrijk, nou zoek je het lekker uit. En tegen Griekenland. Of zoals ik heb gehoord ook in de politiek, ja, soms heb je voordeel van je ligging en soms nadeel. Ja, zo werkt het niet, vind ik. Je moet elkaar proberen te helpen. En de meest verstandige opmerking was van een jongen van 8 of 9. Die zei, ja, wij willen helemaal niet naar Europa. Wij willen gewoon geen oorlog. En dan hoeven we niet weg. En misschien ligt daar wel een deel van de oplossing.